Als we aan de Grote Markt staan, passeren we dus, is er een klein straatje die naar Mannekepis leidt, Karel Bulstraat, en daar rechtover heb je dan de Sterren. Dat was een huis, een rechtsprekershuis, en het hek dat is afgebroken, en Karel Buls heeft ervoor gezorgd dat het terug met een compromis à la Belge, dat het dus natuurlijk opgebouwd is met arcade, waardoor de mensen kunnen doorgaan, en dat het huis kon uiteindelijk terug opgebouwd worden zoals het was. Dus hij behield eigenlijk, natuurlijk, hij was erg voor het patrimonium. Natuurlijk, hij gaat heel snel in de clinch geraken met Leopold II. Hij is dus schepen geweest en burgemeester van 1881 tot 1899, waar hij dus vervroegd moest ontslag nemen, omdat het soms een beetje de spuigaten uitliep met Leopold II, die natuurlijk een urbanisatiepolitiek aan de dag legde en natuurlijk ook expansiekracht die hij dus uiteindelijk niet meer te stoppen was. En natuurlijk, hij wou dat niet, hij wou dus alles behouden en hij had daar ook gelijk in. Hij wordt enorm geliefd, want hij was van een vader die van Mechelen was, een moeder van Lier. En uiteindelijk treedt hij op toch wel uiteindelijk een beetje voor de Vlamingen. En natuurlijk, het was al niet evident om tweetalig te zijn in Brussel, wat nu uiteindelijk, en hij was toch de eerste die dan toch het Vlaams verdedigde in de lagere scholen en ook in het onderwijs. En vandaar dat hij natuurlijk het boegbeeld is voor heel wat Vlaamse Brusselaars. En natuurlijk, maar hij was ook een heel gulle persoon. En dat is nu eigen aan de Brusselaars, dat is die gulle. Zij kunnen dus wel een keer uiteindelijk zwanzen, lachen, maar ze kunnen ook gul zijn. En zij weten wat dat is, uiteindelijk ook armoede en wat er ook in Brussel aanwezig was. En hij was een heel sociaal iemand. En dat hebben we ook altijd gemerkt. En nog altijd is dat als u in een café komt en u doet een spontane tournée-generaal, dan zeggen ze, het is de Charles die het betoldheid.